voortgaand verleden. Stichting Microtoerisme Inzicht helpt u uw historische kennis op een gemakkelijke manier groter te maken. Bijvoorbeeld door de geschiedenis van mooie steden in beeld te brengen. Maar u kunt op de website ook gratis historische stadswandelingen en audiotours downloaden. Laten we nu eens een kijkje nemen in de Waal. De Waal is een schilderachtig plaatsje op de grens van het oude land en de oude polder. Hier in de Waal leven de sommeltjes. Ze doen niemand kwaad. Maar de opa's en oma's van de Waal weten nog wel te vertellen dat ze als kind bang gemaakt werden als ze kattenkwaad uithaalden. Dreigend klonken dan: pas op, de sommeltjes zullen naar je toe komen. In de Waal is sinds 1963 het Cultuurhistorische Museum Texel gevestigd. Daar kan je een goed idee krijgen hoe het er vroeger op Texel aan toe ging. In het museum staan diverse authentieke boerenwagens, koetsen en een lijkwagen. Daarnaast een smidse en allerhande machines en voorwerpen voor melkverwerking en kaas- en boterbereiding. Een heel bijzonder landschapselement op Texel is de Tuinwal. Een aardewal als perceelscheiding voor schapen. De wal is opgebouwd uit lage, ruitvormige zoden, van binnen opgevuld met losse grond. De tuinwallen zijn waarschijnlijk ontstaan na de opheffing van de overalweiding. Dat is het gebruik van de gemeenschappelijke weidegronden. Deze opheffing vond rond 1640 plaats en bracht de noodzaak met zich mee afgescheiden percelen te creëren. Doordat het in beglooiend terrein niet mogelijk is sloten aan te leggen, ontstonden de tuinwallen. In de duinen ten zuiden van de Kooi ligt een gebied dat de Oude Blekerij heet. Vroeger werd het op Texel zelfgemaakte linnen op een blekerij gebleekt door inwerking van de zon. De was werd uitgespreid op het gras en regelmatig besprenkeld met schoon water uit de zogenaamde gietsloot. Een gietsloot was 3,5 meter breed en de afstand tussen twee sloten bedroeg 16,5 meter. De afstand die door een man die met een hoos waterwierp nog net overbrugd kon worden. Rond 1775 is de blekerij opgeheven. Tussen 2001 en 2004 is het slotenstelsel van de oude blekerij archeologisch onderzocht.